Nadat ze in Castra alle activiteiten van het kindervakantiewerk hebben afgelast, hebben ze bedacht om nou een week voordat de scholen beginnen alle poppen en beren even op corona te gaan testen. En daarom hebben ze vandaag het poppenberenbureau. Oh, mag ik vragen wat jullie komen doen? We gaan naar het poppen- en berenbureau toe voor Dominique. En waarom hebben jullie een briefje in je hand? Omdat dat de lijst is wat ze hebben gedaan en wat er zeer doet. En mag je hier zomaar binnenkomen lopen of moet je van tevoren een afspraak maken of zo? Van tevoren een afspraak. Moeten we hier nou al zijn om deze tijd? Ja, 10:45. Ja. En wat heeft jouw knuffel? Buikpijn. Dat kan van alles zijn. Vind je het spannend? Dan vlug naar binnen. Succes. Bij het binnenkomen wordt de patiënt eerst gemeten door de doktersassistenten en gewogen, kijk. Ik hoor zojuist dat er boven 5 dokters zitten en dat er een gipskamer is. Die zit in de gips? Oh, meisje toch. Ja, zou het wel doen. Ja. Dat is heel gevaarlijke straling, hè. Daarom moeten wij ook weer schort aan. Zo. En we doen ook even een bril op tegen de straling. Ja, ik heb al een bril op, maar jij nog niet. Dus die moet je ook even opstaan. Nou, dan leggen we de hond hier even in. Dan gaan we even kijken. Hè. Oh, hij staat al goed. Het is een hond. Hoe oud is de hond? 12. Oeh, dan weet ik niet of hij er al bij staat. Nou, 9 plus. En we gaan even naar zijn kop kijken. Kijk, en even naar zijn kop kijken. Nou, dan gaat eigenlijk het lampje aan, gaat even knipperen en dan maakt hij een foto. En dan kunnen we even kijken of alles goed is. Komt hij, hè? 3, 2, 1. Zo, nou, de foto is klaar. Dan gaan we eens even kijken. Hey. Nou, hij ziet er goed uit. Gelukkig niks mis met zijn kop. Ik ga een coronatest afnemen om te kijken of de slang niet besmet is, onze patiënt. Schrapen we wat weg uit de mond. Zo. En dan houden we het in de vloeistof. En als het verandert van kleur, heeft ze corona. Nou, zie jij al iets? Nee, hè? Nou, ze heeft de receptenbriefje al afgegeven, dames van de apotheek. En nou moet ze dus pilletjes of zo. We staan hier op het veld aan de Willy Broderstraat in Castres, waar zo dadelijk de schooljeugd, de groepen 5 tot en met 8, nog verrast worden met een extra activiteit van het kindervakantiewerk. Maar je ziet wel, ze zijn met van alles bezig. Daar ligt er eentje lekker relaxed onder de boom. Naar rechts hebben ze toch een of andere activiteit verzonnen, hoor. Er wordt iets met een fietspomp en een fles gedaan. Het lijkt wel alsof ze de fles op gaan pompen. Zou die dan wegvliegen? Oeh! En nu gaan ze hier zo dadelijk starten met een dropping. Wij gaan natuurlijk niet wachten op het starten van de dropping, want dat gebeurt pas als het donker is. Maar als je ziet, hebben de kinderen er allemaal zin in. Voor veel kinderen is dit weer de eerste keer dat ze elkaar zien na de vakantie. Hè? Dit is de tweede onverwacht ingelaste dag van het kindervakantiewerk. Want eigenlijk was, zoals ik al gezegd heb, alles afgelast. Maar nu hebben ze toch die 2 dagen ingelast. En vandaag hebben ze een speurtocht door het dorp voor de onderbouw deze ochtend en vanmiddag de bovenbouw. En Nicole Dame is juist terug met haar groepje van de eerste speurtocht. De hele tocht heb jij klaar, hè, Nicole? Ja, wij hebben heel de tocht door het dorp gelopen. En we kregen allemaal een boekje mee. En er staan foto's in. En aan de hand van de foto's konden wij de tocht lopen. En tussendoor hebben we nog een aantal opdrachten gedaan. En het is voor de kleintjes wel leuk dat ze niet alleen maar een wandeling maken door het dorp, maar dat ze ook even energie en opdrachten kwijt kunnen. De bovenbouw die heeft eigenlijk in principe dezelfde opdrachten.
Bij de bovenzaal zal er wel iets meer competitie in zitten. Dus dan worden ook de snelste tijden genoteerd of de meeste centimeters water. En de bovenbouw heeft nog één opdracht extra. Dus dan zijn ze iets langer onderweg, hebben ze een iets grotere tocht. Maar daar hebben ze dan ook iets meer de tijd voor vanmiddag. Dus ik denk dat dat ook heel leuk gaat worden. En ik heb begrepen dat er zo dadelijk ook afgesloten wordt met een lunch. Ja, er komt straks om 12 uur een frietkar. Dus dan mogen de onderbouw lekker gaan eten. En als de bovenbouw straks begint, dan beginnen ze met eten en dan gaan ze daarna de tocht lopen. Zeg, hoe komen jullie hier? Want wij zien nergens pijlen in het dorp staan, helemaal niks. Omdat wij eigenlijk de speurtocht van kindervakantiewerk aan het doen zijn. Dat snap ik. Maar ik zie geen pijlen staan. Hoe kom je dan hier? Foto's, je moet zoeken. Dan heb je daar wel de foto en dan kom je daaruit en dan... Ja, sorry, maar ik zie ook geen foto's hangen. Ja, die heeft Teun vast. Oh, die heeft die meneer hier vast. Oké. Tot nu toe, is het een leuke tocht of is hij moeilijk? Nee. Het is niet per se moeilijk, maar het is wel leuk. Ik denk dat het bestuur van het kindervakantiewerk met voldoening terug kan kijken op het feit dat ze toch geprobeerd hebben om 2 dagen de kinderen een leuke activiteit aan te bieden.